Een heel goeie avond. Vandaag ziet u het tweede deel in onze reeks Arbeid macht vrij. En ook dit luik gaat over arbeid die voor niemand naar vrijheid leidde, voor velen wel naar de dood. In de zomer van 1944, toen de geallieerden al in Normandië geland waren, werden nog honderden Belgische werkweigeraars opgepakt en samen met politiek gevangenen naar Kala in Duitsland gedeporteerd. De nazi's hadden nieuwe wapens nodig om de overmacht van de geallieerden in de lucht te breken. Ze stelden hun hoop onder meer in de V1, de V2 en een nieuw type straalvliegtuig, de Messerschmitt 262. Omdat gewone fabrieken gebombardeerd werden, moest de productie gebeuren onder de grond. Om bossen te rooien, tunnels te graven, bunkers te bouwen en een landingsbaan aan te leggen, zwoegden 15.000 dwangarbeiders dag en nacht in onmenselijke omstandigheden. Het gigantische complex, Rijmaak, was klaar in 10 maanden tijd. De eerste Messerschmitt 262 vertrok op 21 februari 1945. 2 maanden later bevrijdde een Amerikaanse eenheid het kamp. Vele gevangenen waren intussen om het leven gekomen. Onder de doden waren 700 Belgen. En wij reconstrueren vanavond aan de hand van getuigenissen het leven in Rijmaak, het vergeten kamp. Een Messerschmitt 262, de allereerste straaljager. Het is een van de wonderwapens waarmee Hitler de oorlog wil winnen. Met deze machine was op dat tijdpunt geen feindliches jachtvliegtuig, weder Mustang nog Spitfire, wäre ons hinterhergekomen. Het schnellste vliegtuig der Welt, wurde jedenfalls gesagt. Ja. Wenn das noch geworden wäre, wäre wahrscheinlich auch der Krieg verlängert worden. Und da haben sie ja schon die Vermutung gerechnet damit, dass nicht Hiroshima die Atombombe draufknallt, sondern auf uns draufknallt. De Nazis starten een immens bouwproject om dit nieuwe vliegtuig zo snel mogelijk in massa te produceren. In alle bezette landen pakken ze arbeiders op, ook in België. Die dwangarbeiders moeten bunkers bouwen en een ondergrondse fabriek uitgraven, Rijmaag. Rijmaag wordt voor veel mensen synoniem van lijden en dood. Elk jaar komen de overlevenden samen in Kala, een dorp in het vroegere Oost-Duitsland. Zij zijn de laatste getuigen van de gruwel die veel van hun makkers de dood heeft ingejaagd. We gaan geen mens meer zijn, we gaan niet meer daar in de maatschappij komen. Wij waren beesten. Dat was ook voor hen. Wij hadden voor een kostenbrood iedereen kapot gemaakt. Ce qu'il y a aussi, c'est même les gens les plus âgés. Il y avait des gens qui avaient 50 ans là. Tous, avant de mourir, ils demandaient après leur maman. Als ik daar was, en lagerie, dan kreeg ik ook angst voor de dood. Want ik weer gewaard dat het verkeerd af ging lopen. En ik was nog maar 22 jaar. Ik wilde nu overleven. Dag en nacht bombarderen de geallieerden de Duitse steden. Het Duitse Rijk leidt zware verliezen. Het aantal doden en gewonden is niet te tellen. Hitler moet de Duitsers dringend nieuwe moed geven. Volgens de propaganda is de oorlog nog niet verloren. Duitsland zet alles op alles om nieuwe wapens uit te testen. Een van die wonderwapens is een lange afstandsraket, de V2. En Hermann Göring, hoofd van de Luftwaffe, maakt kennis met een supersnel gevechtsvliegtuig, de Messerschmitt 262. Die moet de Luftwaffe extra stootkracht geven. De tijd dringt, want de Amerikanen zijn geland in Normandië en beginnen hun opmars tegen de bezetter. Sinds 1942 ronselt Fritz Saukel, verantwoordelijk voor de Arbeitseinsatz, in heel Europa duizenden arbeiders om in Duitse fabrieken te gaan werken. Sommige jongeren vertrekken vrijwillig, anderen weigeren en duiken onder. Ik ben geboren in het jaar 23, dus ze waren allemaal opgeroepen van 21, 22, 23, 24.
En ik heb ondergedoken. Ik heb niet willen gaan, hè. En ik heb ondergedoken in Veurne, bij mijn zuster. En de 5e juli 1944 is de veldgendarmerie met de Gestapo binnengevallen. En ik ben weggelopen en ze hebben mij vastgenomen in Kaaskerken, bij Dixmude. Nous étions en train de travailler parce que mon papa, c'était une petite entreprise de travaux publics. Et les Allemands sont arrivés à plusieurs voitures. J'ai été pris avec un ami qui travaillait pour nous, Gabriel Van Averbeek et mon frère André, qu'on était à trois pris. Et puis, on est arrivé à tourner au boulevard Léopold. Et là, en rentrant déjà dans le boulevard, au boulevard Léopold, en rentrant dans cette maison, il y avait du sang sur le mur et il disait « Voilà ce qui vous attend si jamais vous essayez de filer. » Alle gearresteerden worden verzameld in de Rijkswachtkazerne van Etterbeek en van daaruit op de trein gezet naar Duitsland. Duitse militairen begeleiden de gevangenen naar het station. De straten zijn verlaten. Afscheid nemen van de familie is verboden. Maar niemand maakt zich echt zorgen. L'atmosphère était plutôt gay parce que les Américains avançaient tellement. On était déjà deux, trois août. Ils étaient presque à Paris. Donc on dit on va faire un aller-retour, quoi, hein, quelques mois et puis c'est tout. De trein rijdt dwars door Duitsland, dag en nacht. Niemand weet waarheen. Dan zijn we heel de nacht door Duitsland gereden in traag tempo, want ja, alles was al min of meer naar huis in Duitsland. En zondags in de late namiddag zijn we aangekomen in Kala op het station. Als ons konvooi is aangekomen, dan waren we met een 600 of 700 man. Dan werden we in Kalle uit een trein gezet en dan stonden we op straat, omringd met honden en Gestapo en veldgendarmen. Maar het was een heel politiezone. SS en alles stond erbij. En dan dachten de mensen dat wij partizanen waren. Dan werd er naar ons gespuwd en gedregen en alles. Zeer vriendelijk was het niet. We waren zogezegd misdadigers. We waren tegen Duitsland. En die officier die zei, u zult arbeiden tot de dood erop volgt, want je hebt Duitsland, het Duitse Rijk, schade toegebracht. Maar niemand geloofde dat. Om die zogenaamde misdadigers een lesje te leren, worden de Belgische dwangarbeiders ondergebracht in Lager E. Dat is een van de vele kampen die rond Kala worden gebouwd. Ver weg van het dorp, midden in de natuur. Maar Lager E staat voor Erziehungslager, heropvoedingskamp. Il y avait une baraque, un bureau quoi pour les Allemands, hein, nous disons nous recevoir. Et il devait avoir peut-être déjà une ou deux baraques, hein, mais alors il y avait des tas de planches pour faire les baraques, hein, qui ont été faites par après. Het kamp waar de meeste Belgen terechtkomen ligt vlakbij de Walpersberg in Midden-Duitsland. Al voor de oorlog werd een deel van de berg gebruikt door de porseleinfabriek van Kala. Men haalde zand uit de berg om porselein te maken. In de Walpersberg zijn er zo verschillende tunnels ontstaan. Die kunnen een ideale schuilplaats vormen voor de bedreigde Duitse oorlogsindustrie. De geallieerden blijven Duitsland bombarderen. Vooral vliegtuigfabrieken en het test- en onderzoekscentrum van de vliegende bommen in Peenemünde. De productie van de V2 gebeurt nu in de ondergrondse fabriek Dora Mittelbau. Ook de productie van het nieuwe straalvliegtuig moet ondergronds gebeuren.
Frits Zoukel, die ook gauleiter van het gebied Thüringen is, doet Herman Göring een voorstel om die productie onder te brengen in de oude tunnels van de porseleinfabriek. Göring gaat akkoord. De vliegtuigfabriek komt in handen van de Gustloff-werken, een belangrijke organisatie voor de bewapening. Frits Zoukel, de trouwe dienaar van de Führer, neemt zelf de leiding. De fabriek krijgt de naam Reimach. Der Name Reimach, das ist ja nun inzwischen bekannt geworden, die Abkürzung von Reichsmarschall Hermann Göring. Da sollte ein unterirdisches Flugzeugwerk entstehen, beziehungsweise gebaut werden. Und da sollten dann die Me-262 gebaut werden. Ernst Fleming, ein Architekt aus Weimar, wird belast mit dem Reimach-Projekt und allen Werkzaamheden. Volgens plan wil hij de oude tunnels laten rechttrekken en verbreden. Een ondergronds netwerk, kilometers lang, een echt labyrinth. Aan de voet van de berg wordt een hele reeks bunkers opgetrokken. Bijna 100 kleine en grote ondernemingen werken eraan mee. Van de 15.000 arbeiders is 1/5 vrijwilliger, de anderen zijn dwangarbeiders. Die dwangarbeiders moeten het zwaarste werk doen. Er waren mensen die werden aangeworven voor op de berg te, voor de berg af te graven. Daar hebben de mensen die aan de betonmachine stonden, daar werd geen onderscheid gemaakt. Er werd gewoon geen onderscheid gemaakt. Je werd aangeduid en kon niet werken. Ik was dus een struise jongen van ze en ik kreeg een boorhamer van 18 kilogram, een luchtdrukboorhamer. Ik had nog nooit in een tunnel geweest, nog nooit in een schuilplaats. Ik had nog nooit geboord met zo'n hamer. Alle dagen moeten de dwangarbeiders in kolonnen onder toezicht van SS'ers 6 kilometer stappen naar de berg en 's avonds 6 kilometer terug naar het kamp. On a dû grimper jusqu'à la mi-hauteur de la montagne et là il a fallu commencer à creuser quoi. Premier tour, hein, avec des pioches pour commencer et après on a eu des compresseurs et des marteaux-piques et ainsi de suite, quoi. Het zwaarste werk is het uitgraven van de tunnels in de Valpersberg. De tunnels zijn er vandaag nog altijd, maar de berg is uit veiligheidsredenen normaal niet toegankelijk. Veel tunnels zijn ingestort of uitgebrand door ontploffingen na de bevrijding. We werkten met een ploeg van 7 mensen, waaronder een Rus, 2 Italianen en Belgen. Maar we hadden een slechte mens, was uit een echte nazi. En die deed ons werken tot we niet meer konden. Want die zei, ja, als ik u niet genoeg doe werken, ja, dan moet ik naar toegestroomd. En dat wil niet iedereen vermijden. Hè. Die mensen stonden feitelijk ook onder druk om ons hard te doen werken. Ik moest 12 gaten boren. 10, 1 recht in het midden en 1 naar beneden. En dan kwam er een SS-officier, als dat geboord was. En die had een stalen doos aan zijn hals hangen, die deed hem open. En dan gaf hem echte patronen. Ze werden aangestrijkt en dan moesten op de cadans van de gewone pas de weken aansteken. En dan moesten verder lopen tot 35, zo snel dat je kon. Want dat, ik heb meer dan eens een sneltrein over mijn hoofd weten vliegen, hè, met stenen en zand en heel de boel. En dan waren er 3 die moesten scheppen, de puin opruimen. En dan was er een die met die Berlijn en met die tapkar buiten moest rijden. Zo werd het verdeeld. De broers Baudouin ondervinden dat veel afhangt van de fysieke conditie en de leeftijd. Au début, tous les deux faisaient la même chose et au contraire, on était, surtout lui qui était encore plus fort que moi, et on aidait même, on avait un notaire avec nous de Binche qui ne savait pas du tout travailler à la pelle, que nous on travaillait pour lui tellement, hein, ce monsieur il n'avait pas l'habitude de ça, alors que nous on venait quand même des gens de la terre. Quoi, hein. Al dat zware werk in de tunnels is ook niet zonder gevaar. Ik ben ook verongelukt onder een kipwagen. In een put. En ze moesten mee hebben, maar ze hebben niet die wagen eruit gehaald. En ik lag eronder. En ik kreeg nog een pak slaag
omdat ik het werk tegengehouden had. En ik kon er niets aan doen. En ik was gekwetst aan mijn handen en mijn gezicht. En ik moest verder werken. Geen genade. Een bijna onmogelijke taak is het aanleggen van de startbaan op de bergrug. Vandaag is die begroeid met jonge bomen, maar in augustus 1944 stond hier een volwassen bos. Dat moest volledig worden gerooid en geniveleerd, zonder machines. Er werd alleen gewerkt met houwelen en schoppen. Een immens labeur. Honderden dwangarbeiders zwoegen in weer en wind en worden heel slecht behandeld. We zijn als kinder öfters oben am berg geweest in de Rijmark. Moesten dort hulz holen, weil es ja nichts zu brennen gab. Und da haben wir einiges gesehen. Und zwar diese Gefangenen da, diese Ausländer, wie die behandelt worden sind. Das hat uns gegraust als Kinder. Und da waren die SS-Leute. Die haben auf die aufgepasst, dass sie alle arbeiteten. Und da haben sie die Schaufeln gebracht. Und die mussten das Loch da schaufeln. Und einige waren so schwach, die konnten das einfach nicht. Und da haben sie die da umgefallen sind, in das Loch rein, in das Stiefelloch reingeschubst, mit ihren starken Stiefeln hinten rein in die Beine getreten, dass die da reingefallen sind. Und da wollte ein anderer den rausholen. Nein, die mussten weiterarbeiten. Und dann die ganze Erde fiel auf den drauf. Ein anderer wollte rausholen und den hat er noch mit reingeschubst. Bijna alle inwoners van Kala en omliggende dorpen zijn op een of andere manier betrokken bij de werken voor Rijmak. Maar die vrijwillige arbeiders, Duitsers en buitenlanders, leven in vrij normale omstandigheden. De moeder van mevrouw Werther had een café vlakbij de Walpersberg. Mijn moeder die moest damals voor die bouwleiding komen, waren 120 personen, die kwamen immer schubweise. Und ja, und die Fremdarbeiter, die haben ja Essen damals hier im Wagen gekriegt. Davor waren die Küchen ja da und da haben die das früh und Mittag, so genau weiß ich auch nicht, wie das so gelaufen ist, aber haben sie dann ihre Verpflichtung eben gekriegt. Aber eben auch wenig. Hier hat nur die Betriebsleitung von der Rijmak gegessen, die damals das Werk aufgebaut haben. Und die Ausländer konnten sich damals hier das dunkle Bier holen. Ja, ja, ja. De buurtbewoners en buitenlandse vrijwilligers krijgen het lichtste werk. Zij worden als toezichter of kantoorbediende ingezet. Das war nur noch eine Büroarbeit. Die Leute kamen zu uns. Ich war dann auf dem Wehrbüro. Die hatten nun ihre Pässe mit. Und wir haben die nur registriert, die Leute. Die wurden archiviert, wurden registriert und festgehalten, kamen ihre Papiere ab bei uns, Wehrpässe und so, wie das war. Gell? Ich kenne die Lächer nicht, ich kenne die Baracken nicht, was da sich abgespielt hatte. Bis auf diesen, wenn der Wechsel war, dass die dann zurückgingen, Schichtwechsel war, dann haben wir erst mal gesehen, was da für Menschen, wo ich schon erzählt habe, die Menschenschlange bis nie war in so einem hübschen Zerrund. Vooral voor de dwangarbeiders is de essenkarte van levensbelang. Wie geen volledige dag heeft gewerkt, krijgt maar een halve kaart. Dat was 3 liter soep van koolrapen, beetblaren, beten, alle rommel. En je kreeg 3 of 4 sneden brood. Ook slechte kwaliteit. Als ik het eerste een bord kreeg, en er was een kool die zegt niet essen, kameraad, denk ik. Alsjeblieft, we mogen dimmen. En die is wel 20 keren zeggen, dankeschön, dankeschön. Hoe is dat nou mogelijk? Hoe is dat mogelijk? Vandaar dankeschön, ze zeggen. 8 dagen daarna stond ik mee aan te schuiven voor een tweede en toe. Au départ, l'histoire de manger, c'était un pain pour 4, donc 250 gram. Disons que ça a duré un mois, ça. Après, ça a été un pain pour 6. Après, pour finir, c'était un pain pour 8, toujours même grandeur, le pain. Ik heb eens moeten gaan werken. Dat was nachtploeg. En we kregen s'avonds ons eten, die soep. En 3 of 4 sneekjes brood, zwart brood, slechte kwaliteit. Maar dan was ik eens buiten gemoeten voor iets, ik weet niet waarom. En ik kwam terug en mijn eten was door een ander opgegeten. La camaraderie n'existait pas vraiment à 100% non plus. C'était chacun pour soi.
Het leven in het kamp is net zo eentonig als het eten. En altijd is er controle. Alleen in het lager mogen de dwangarbeiders vrij rondlopen. Wat kon dat lopen doen? Als je kwam van je werk, 's avonds, dan moest je nog om je weten. Want dan was al content dat je in je bed lag. Want zondag morgen om 4 uur moest er weer uit. Ik heb een brak 5 geweest, hier. Ik heb een brak 7 geweest, hier. En ik heb een brak 14 geweest, hier. Het laatste, hier de 14. En die staan op die talu, die brakken. Op de rechterkant was de lagervuur. Daarvoorbij was een bureau en een magazijn. En dan hadden we de kranken, via de kranken brakken. Maar het zijn vooral de pesterijen, het onmenselijke gedrag van sommige bewakers en het totale gebrek aan hygiëne die het leven ondraaglijk maken. Au début, et ça a duré longtemps, qu'il n'avait pas de WC. Il fallait aller sur un bâton, on faisait un large trou comme ça, avec un bâton de chaque côté, et il fallait aller sur ce bâton. Et alors, de temps en temps, l'Allemand venait et il poussait les gens dans le trou. Hein. Ah oui, c'est incroyable. Ich bin zum Beispiel einmal von Hummelsheim nach Kahla gegangen. Da kam eine Gruppe Häftlinge mit SS-Leuten. Wo die hingingen, weiß ich nicht. Und wer nicht mehr konnte, der ließ sich einfach in den Graben fallen. Und da bin ich zu einem hingesprungen und wollte dem helfen. Und da kam ein Mann mit der Pistole und sagt, wenn sie nicht weggehen, werden sie auch erschossen. Da hat er den Mann erschossen. So war das. Ne? Das versteht heute kein normaler Mensch. Das kann einer nicht verstehen. So schrecklich war das. Und die Bilder verfolgen einen, solange man lebt. De dwangarbeiders van Lager E staan onder permanente bewaking van de SS. Zij hebben het leven van de gevangenen in handen. De Duitse bewakers worden later vervangen door Italiaanse en Vlaamse SS'ers. Dat waren onze bewakers, die waren mee ingelijfd in de Duitsers die er zaten. Die deden hetzelfde. We hebben zelf een zeker minst een ding, een zeker verpleger gehad. Dat was een schoenmaker. Dat was een van die SS. Wie zich niet gedraagt zoals het hoort, zich niet houdt aan de discipline, wie probeert te ontsnappen of saboteert, komt terecht in lager O. Als je in lager O terecht kwam, dat was het nu gedaan. Want dat was een heel streng regime, je moest ook werken en je kreeg maar al franchise. Lager O, dat was de dood, dat was op het zij van de Wolpersberg. Dat was afgespannen met pennekesdraad. Rijmaak is ondertussen een immens bouwwerk. Zowel binnen als buiten de berg heerst er een koortsachtige bedrijvigheid. Die hebben je dag en nacht gearbeid. Daar waren we licht om. Dat was je schouwspiel. Als we dan naar huis gegaan zijn, dat was licht aan meer, dat hele ding. Alles rondom beleuchtet. En dan hebben die dag en nacht een jaar gearbeid. Frits Zoukel komt geregeld polshoogte nemen. Zoukel, ja, ik heb hem dikwijls gezien. Ja. Je had een zwarte, leren frak aan. Als we. En dat, ja, we dat gewoon het lopen of kopen het lopen, dat weet ik niet. Als we het weer rekenen. He. En bewaakt. Vreselijk was die mens bewaakt. Dat was zeer luid. Dat was een beetje temperamentvol. Daar heeft men daar kracht van de woon zijn, voor ook hier Zoukel is weer dat daar. Daar kwam immer mal en guckte naar rechten. Het hoofdgebouw van Rijmaak krijgt vorm. De werken vorderen wel, maar niet snel genoeg voor Zoukel. Van de 27 geplande toegangstunnels zijn er nog maar 8 klaar. Om Hitler ter wille te zijn, eist Zoukel dat het tempo wordt opgedreven. De arbeiders moeten nog meer en nog harder werken. Om de werken persoonlijk te kunnen volgen, laat Zoukel op de flank van de Valpersberg een blokhuis bouwen, vlak bij de startbaan. Mijn hotel was daar overnachten. Dat kwam ook niemand, dat was streng. Opgeschermd, hè.
Het zal hen niet lukken, blokletterde de Duitse pers. De geallieerden zullen ons niet verslaan. Het zijn woorden uit een toespraak van Reichsmarschall Hermann Göring tijdens zijn bezoek aan Rijmaan. Oktober 44 kam dan een vlakzug naar Kahle aan en is hochgefahren en had oben zijn rede gehalten. Waren ze alle eingeladen? Oh, die ganzen Ausländer waren mit drinnen, die nu gar kein Wort Deutsch verstanden. Die waren eben alles zusammengefertigt und mussten sich das ernähren. Und da hat der eine so seine Rede losgelassen, wie das so üblich war. Gell? In December 1944 ist ein erster Teil von den Tunnels klar. De dwangarbeiders starten met het uitgraven van vier grote ondergrondse montagehallen. Die vormen de kern van de vliegtuigfabriek. De wanden worden zelfs betegeld. Alles moet stofvrij zijn, want hier gebeurt de montage van de verschillende onderdelen. Die worden later in de buitenbunkers afgewerkt tot een startklaar jachtvliegtuig. We wisten wel, als wij ons werk hadden geleverd, dan kwamen de vrijwillige arbeiders. En die legden een betonnen vloer en een betonnen gewelf. En daar kwamen ze dus de machines, de draaibanken en wat weet ik allemaal, voor die fameuze Messerschmitt 262 te maken. Nou, ik was hier om de stelle 0 beschäftigd. Dat was die eigenlijke productionsstelle. Met die laatste stollen 22, 23, da war das Konstruktionsbüro drin, das weiß ich auch noch. Da standen die großen Konstruktionstafeln da, diese, wie nennt man sie? Ja, weiß schon, was ich meine. Und da, weiter vorne, waren dann die Elektroabteilungen. Da wurden diese Instrumente eingebaut. Das sind, ich sehe die heute noch, das waren solche Kapseln, wo der Pilot drin sitzt, vorne das Armaturenbrett. Het nieuws dat de productie van vliegtuigonderdelen is gestart, doet al snel de ronde bij de gevangenen. Naarmate het wondervliegtuig meer vorm krijgt, verliezen zij alle moed. Tevergeefs wachten de mannen op de bevrijders, maar die komen niet, want ze zitten vast in de Ardennen. Het ziet er zelfs naar uit dat de Duitsers weer terrein winnen. De moraal is bereikt als we in december leren dat ze nog steeds de Ardennen aanvallen, ze zijn debout, ze gaan niet naar Anvers. C'était inadmissible pour nous là-bas, hein? Alors que vous pouvez remarquer que tous les morts qu'on a eus, c'est presque fin 44 et en 45. Hein? Maar de geallieerden voeren extra versterking aan en leveren een verbeten strijd in Bastogne. Het Ardennenoffensief kost de Duitsers uiteindelijk hun laatste reserves. Intussen slaat de nijpende winterkoude ook toe in Rijmaak. En maakte het leven voor de dwangarbeiders nog ondraaglijker. On voyageait toujours avec notre couverture. Puisqu'il fallait dormir avec cette couverture et il fallait aller travailler. Comme on n'avait pas de manteau, on n'avait rien, on devait mettre quelque chose sur nous. Hein. Puisqu'on a été pris au mois d'août que c'est l'été. Jamais pensé qu'on allait être si longtemps parti, quoi. Hein. Dan is het min 17 graden en je kunt kiezen of je laat u gaan of je laat u niet gaan. Ik heb dan met nog veel anderen een speciale jas gevonden. Dat waren de cementzakken. Cementzakken is driemaal dik papier bruin. En dan met twee gaten gemaakt voor darmen door te steken en één in de bodem of de kop door te steken. Met een tegenslag natuurlijk, als uw vriend voorbij kan, hij klopt op uw rug, dan had je cement voor een uur of twee. Hè? In uw mond, in uw ogen en overal. Maar het was het enige middel om zich te vrijwaren tegen de kou. Om zich af en toe toch een beetje te kunnen verwarmen, nemen sommige dwangarbeiders grote risico's. En dan hier een brok te stakoot mee. En de ander bracht iets mee. Ja, maar je moest oppassen, want als je controle pakt, is het ja veel onderweg. Hè? Wat is controle? En als je naar het lager ging, was er controle. En dan had de diefstal gepleegd. Hè? Die ene kolonne is mal van hier hinten gekomen. En dat weet ik nog, dat waren Italiener. Und die hatten so eine kleine Packung Holz mit und die mussten das alles in den Hof ablegen. War eine Dreierreihe, so ungefähr 25 Personen. Und dann hat die Lagerführer hat gesagt, Kommando ab. Und da musste das ganze Holz und Kohlen sind ja in Dings liegen geblieben.
We hadden gestookt, dat was goed warm. En ik stond erover en ik wreef over mijn hoofd. En de luizen, die vielen gewoon. die ontploften. Maar toen kon ik daar niet om lachen. Want dat was erg, want luizen, dat is erg, hè. We moesten ons buiten wassen, hè. Er was één barak om zich binnen te wassen. Want het vroes en het sneeuwde en het water werd dus juist op dat moment aangelegd, hè. Want het was koud, we stonden ons te wassen in de sneeuw. En ik durf wel zeggen, als je met 1000 of 2000 luizen hebt, dat dat wel een roep gezag is, want die eet nu gewoon op, hè. Dat was de dood en die brengen ook de ziekte mee van een ander ook. De kou en het harde werk eisen een zware tol. Veel dwangarbeiders hebben alle reserves opgebruikt. Ze zijn totaal uitgeput. Celui qui vient malade a la moitié de la ration. De la moitié de la soupe et la moitié de pain. Alors, comme mon frère André a été malade, donc il ne recevait que la moitié. Dat was een krankervier, maar het was beter als je eruit bleef. Die lagen de mensen te sterven, je kon niets doen. Het best was gaan werken. Dat kreeg je volledig randje. Dat waren de problemen als je ziekte waren verloren, want medicamenten waren er niet. Moi, je faisais de nuit, justement. Alors, il y a un infirmier, un Belge, qui était donc au revier. Il est venu me chercher, il a dit, tiens, tu dois venir, ton père, ton frère, il va certainement mourir. Et c'est comme ça que j'ai pu arriver à le voir sur les dernières minutes, quoi. Et alors, on l'a porté à la morgue, si on peut appeler ça. Il y avait une baraque exprès pour mettre les morts dans le fond du camp. Het kasteel van Hummelsheim, op zo'n 15 kilometer van Kala, wordt door de Rijmak-leiding omgebouwd tot kliniek. In het begin worden alleen vrijwilligers verzorgd. Maar vanaf januari 1945 zijn er zoveel zwaar zieken dat er geen plaats meer is in de krankenrivieren. Daarom worden ze overgebracht naar barakken in het park rond het kasteel. Hier werkt Maria Schuler als verpleegster van het Deutsche Rote Kreuz. Ich bin am 15. Januar 1945 vom Krankenhaus aus Kassel dahin gekommen. Ne? Und da war das Kranken, da waren die Baracken gerade eröffnet. Ne? Und ich kam sofort in Baracke 1, wo die Schwerstkranken waren. Ne? Hauptsächlich Belgier und Italiener. Fleckfieber, Typhus, Paratyphus. Und das war doch abzusehen, dass die nicht mehr gesund wurden. Keine Medikamente, ne? Nur haben sie da gelegen und nichts Richtiges zu essen. Die Pflege bestand nur im Sauberhalten und dann, ne? Das war schlimm. Tous avant de mourir, ils demandaient après leur maman. On aurait tous signé pour revenir et voir une minute seulement. Op 21 februari 1945 vertrekt de eerste 262 van op de Walpersberg. Piloot Gerard Querengesser moet rond dezelfde tijd met zijn eenheid verhuizen naar Kala. Ik word van Hessen uit in mars gezet. En mijn weg voerde mij ohne tricks door Saledal. En daar heb ik dan, mittlerweile had zich dat omgesprochen, dat in Kala in Thüringen een machine gebouwd wordt, ook een wondervogel. En da habe ich dann mit meinen Kumpels Station gemacht. Dann haben sie uns erzählt, wie die Maschinen hochtransportiert wurden von diesem Aufzug. Um de afgewerkte vliegtuigen op de startbaan te krijgen, is een kabelspoor aangelegd langs de helling van de berg. Zodra het vliegtuig bovenop de berg staat, worden er nog enkele technische controles uitgevoerd. En iedere vleugel was er door een gat. En ze werden daarop gekrikt,
dat ze wel eens met de wielen van de grond waren. Voorwiel en de andere twee wielen. En wij moesten proberen, want dan marcheerden we die wielen in te trekken. De straaljager is nu startklaar, maar alleen de beste piloten kunnen vertrekken van de startbaan op de Walpersberg. Dat was een startbaan die nur met startraketen zum starten fähig war. Also die war zu kurz, dieser Bergsporn oben. Und zwei Flugzeuge haben hier gesessen, die mit Startrakete gestartet sind. Das war schon, die haben sich schon nicht wohl gefühlt beim Start, wenn die Startrakete anliefen. So. Dann entflammten die Raketen und das war unvorstellbar, das war schlecht. Dat in is op en zijn achterste kragen en ze waren weg. Dan heb ik een eerste start gemaakt. Dat was etwas holprig, weil wir nicht gewohnt waren, dat zo snel hoog. Het was een Kriegsflugzeug, het snelste zur damaligen Zeit. En het diente zum Absetzen der Schnelligkeit en diente zum Schnellrankommen. De proefvlucht was in feite al maanden eerder gepland. Maar door de oorlog is er een groot gebrek aan brandstof en de motoren raken niet op tijd klaar. Er is nog een andere oorzaak van de vertraging. De ingenieurs van Messerschmitt moeten op bevel van de Führer het performante jachtvliegtuig ombouwen tot een bommenwerper. Hitler is woest omdat de Luftwaffe machteloos is tegen de massale bombardementen van de geallieerden. De vliegtuigingenieurs testen verschillende modellen uit en bouwen zelfs een jachtbommenwerper met een zwaar kanon op de neus van het toestel. Aan de romp worden bommenrekken gemonteerd. Ook dat is een nefaste beslissing. Zodra die ganze munition dazu kwam, zodat volgetankt worden, uitrusting en alles, kwam op einmal een gewichtszunahme. Gegenüber dem Vogel, wie seine Geschwindigkeit gemessen und publiziert wurde. In Maart 1945 maken Amerikaanse verkenningsvliegtuigen luchtfoto's van het Reimer-complex. Vooral de startbaan valt op. Er zijn zelfs enkele vliegtuigen zichtbaar. Amerikaanse panzertroepen zijn inmiddels Duitsland binnengetrokken. Ze bereiken de buurt van Kala enkele weken na de testvluchten op de Walpersberg. De 1 april, dat was Pasen, werden we niet meer gewekt. En ja, het was 8-9 uur en hier begon buiten te komen en dat was de kampleiding was op de vlucht geslagen. Zie, er is niet meer gewerkt toen. En dan ja, in de verte hoorde dan weer het geschuttel van de Amerikanen. Hè. On sentait que c'était la libération. Là, on se demandait comment ça va passer, hein? Puisque si nous tous ou quoi, ou qu'est-ce. Et plusieurs copains, on s'est cachés, on a attendu jusqu'à ce que tout le monde était parti, et puis on est allé dans une baraque, et là, on a resté dans la baraque. Op 14 april trekt de 89e Amerikaanse infanteriedivisie Kala binnen. Pelotonscommandant Harold Matthews ontdekt in de bossen rond Kala de kampen en de dwangarbeiders. They told us about the underground aircraft factory. They pointed off in the distance to the where there were. They said, don't go there. There's typhoid and all that type of thing. Na een korte verkenning gaat het peloton van Matthews op zoek naar hulp voor de uitgeputte dwangarbeiders. So when I got back to my company, I told my company commander that there were 15,000 people in these camps, that they needed medical attention, that they needed food. And I also told him about the aircraft factory. He radioed that back to our headquarters. And I don't know, but I hope, that my message is what brought the Red Cross and the medical help and so on. Samen met het Amerikaanse leger trekt ook een Belgisch bataljon op. César van Herrewegen was erbij.
On nous a signalé qu'il avait un camp prisonnier pas tellement loin. Et on a demandé 7 volontaires pour libérer le camp de Calais. Et je me suis engagé dans les 7 volontaires. Quand moi je suis rentré dans le premier baraquement, il y avait tellement une odeur qu'on ne savait pas rentrer tellement que ça sentait mauvais. Et ces gens-là étaient malades, ils avaient la dysenterie. Donc alors à ce moment-là, vous savez, ils ne savaient plus se déplacer, ils faisaient tout en dessous d'eux. Et dire qu'il y en a qui couchaient à côté des morts même. Il y en a même qui couchaient à côté des morts, oui. De zwaarzieken worden onmiddellijk weggevoerd naar Schloss Hummelsheim, dat door de Amerikanen in beslag is genomen. Het gelijkvloers doet nu dienst als ziekenboeg voor de bevrijde dwangarbeiders. Ik lag in de balzaal, hè. Dat lag allemaal vol zieken. Er zijn nog 4 mensen gestorven ook, hè. Die te ver was, hè. Dat niet meer ging, hè. Ik ben niet in de appelste mij thuis gekomen, hè. En dat is een foto die genoemd de 4e of de 5e juni. Die een foto. Dezelfde. In het kielzog van het 89e bataljon volgt een team Amerikaanse en Britse deskundigen. Ze zijn maar in één zaak geïnteresseerd. Zoveel mogelijk kennis vergaren over de vliegtuigfabriek en de overgebleven Messerschmitts. Van de ondergrondse fabriek en de bunkers blijven vandaag alleen nog de tunnels en wat fundamenten over. Rijmaak is mislukt. Maandenlang hebben duizenden mensen hier gezwoegd als slaven. Bijna de helft van hen heeft de inspanningen niet doorstaan. De overlevenden komen elk jaar terug om de slachtoffers van dit vergeten kamp te herdenken. Volgende week beginnen we met Macho Verdriet. En 2 luik over Paul Snoek en Serge Reding. 2 mannen met een macho imago die na een turbulent leven gestorven zijn in raadselachtige omstandigheden. Dichter, schrijver, schilder en zakenman Paul Snoek reed in oktober 1981 s'avonds bij regen op een slecht verlichte weg in op een kraanwagen. Hij zei ooit: sterven achter het stuur van een lichtblauwe raceauto, dat is de mooiste dood. Ruim 20 jaar na zijn overlijden blijft het mysterie. Was het een ongeval of pleegde Snoek zelfmoord? Ik ben gewoon te wenen in de eerste persoon en alleen. Ik luisterde doodgraag naar hem. Wij zaten te lachen dat we niet meer konden. Die woorden die lachten, dat is onleefbaar. De machines stonden niet op punt, dus dat werd direct al hoor, onmiddellijk ingeroepen door de hoop ellende. Paul Snoek deed zich graag voor als macho. Een van zijn beste verhalen gaat over een man die zijn hele leven in stoeten en optochten reuzen gedragen heeft. De man in de reus is duidelijk een symbool voor iemand van wie je alleen het uiterlijk vertoon kent, terwijl het diepste wezen verborgen blijft. Snoek schreef: misschien draag ik iets van die reus in mij. Volgende week proberen we verder te kijken dan het uiterlijk vertoon. En we gaan op zoek naar de man in de reus. Heel graag tot donderdag.